De was. De vuile was werd eerst op het fornuis gekookt na het toevoegen van zeeluchtzeep of groene zeep. Na afkoeling werd de vuile was op het wasbord geschrobd en geboend. Afhankelijk van het hoeveelheid beschikbaar water werd het sop in 2, 3 of 4 keer uitgespoeld. Met behulp van de wringer werd vervolgens het water eruit geperst. Uiteindelijk werd de was gedroogd op een rek voor de kachel of buiten aan de waslijn. Veranderingen en stilstaan. Rond de middeleeuwen brachten welvarende burgers hun wasgoed naar washuizen. Niet iedereen kon zich deze luxe veroorloven. Veel vrouwen wasten 1 keer per maand 3 dagen achter elkaar. Dit zware werk gebeurde allemaal met de hand. Eerst werd een toppen met water gevuld. Het wasgoed werd geweekt in zeepsop. Met de schuurborstel schrobde men de extra vuile was op een wasbord schoon. De vrouwen spoelden het wasgoed uit in 4 tobbes. Vervolgens werd de was gebleekt, gedroogd en gestreken of gemangeld. Kleding wassen in vroeger tijd, de oude wasdag natuurlijk altijd op maandag. Perceel. Bij het wassen met een wasbord werd vaak een blok zeep gebruikt, maar dat was minder handig bij een wasmachine. In 1907 werd het allereerste wasmiddel in poedervorm geproduceerd. Het was perceel. Op dat moment nog niet alleen voor de wasmachine. Pas na de oorlog kwamen de wasmachines in de meeste huishoudens. Het poeder bevatte naast zeep ook bleekmiddel, waardoor je minder hoefde te boenen op de was en bleken in de zon niet meer nodig was. Een hele vooruitgang in het gemiddelde huishouden. De wastobbe werd vroeger algemeen gebruikt om de was te doen, totdat de wasmachine in de loop van de 20e eeuw op grote schaal haar intrede deed. De wastobbe verdween toen zeer snel. Nog steeds echter staat de wastobbe als pictogram op het wasvoorschrift. De wastobbe werd voor het doel gebruikt door eenvoudige mensen. Veel familiefoto's uit de jaren 50 van de 20e eeuw tonen dan ook blije kinderen in en rond de tobbe in een zonnige tuin. Rijkere mensen hadden een badkuip. Trommel. De eerste wasmachine met een echte trommel is uitgevonden door de Amerikaan James King in 1851. De trommel moest wel met een hand gedraaid worden, maar van wasbord naar trommel was al een hele vooruitgang. Bijna 20 jaar later wordt de eerste wasmachine in gebruik genomen die ook in het gewone huishouden gebruikt kon worden. De echte vooruitgang vindt plaats zo rond 1910, wanneer het patent wordt aangevraagd op de allereerste elektrische wasmachine. Ontwikkelingen. Vroeger hadden mensen geen wasmiddel dat witter dan wit waste. Helaas verdwenen niet alle vlekken met water en zeep. Daarom bleekte de mens hun wasgoed. Al voor de middeleeuwen bestonden er speciale blekerijen voor natuurbleek. Wasgoed werd op grasvelden rond de blekerij uitgespreid. Arbeiders hielden het wasgoed vochtig. Het bleekte automatisch de ozon uit de lucht, het zuurstof van het gras en het water. Vanaf 1850 gebruikten mensen blauwsel, beter bekend als het zakje blauw. Door het blauwsel lijkt witte kleding witter. Het is namelijk optisch wit dat reflecteert met het daglicht. Tegenwoordig zit bleekmiddel en optisch wit in het waspoeder verwerkt. Sinds de mensen kleding dragen, moet er gewassen en gestreken worden. De oudste strijkgereedschappen waren likstenen of strijkglazen in de 11e eeuw. Zelfs in de 20e eeuw is het gebruik van likstenen bekend
Er werden mutsen en andere hoofddeksels met likstenen gestreken, in Marken en Volendam onder andere. Door tegelijkertijd te wrijven en te drukken werden stoffen glad gemaakt. In de 13e en 14e eeuw kwamen er keramische strijkbouten en mangelplanken. Bij dit alles werd er koud gestreken. In het midden van de 16e eeuw deden de brons- en smeedijzeren strijkbouten hun intrede, waardoor het mogelijk werd om warm te strijken. Vanaf de Gouden Eeuw tot halverwege de 20e eeuw was strijken een ingewikkelde activiteit. Die kledingstukken gaven dames en heren aanzien. Maar het strijken was heel veel werk.